Welkom bij een nieuwe vlog. Ik zit in de trein met Peter, Jenning, aan de floor, de rest van het team. We zitten dus in de trein richting Schiphol. We gaan naar Italië toe voor 8 dagen. Oh, we vliegen op Milaan. En dan gaan we in de auto's naar Bormio, 4 uur rijden. We gaan 8 dagjes trainen met het team. We gaan alleen short trekken en een beetje kracht trainen. We mochten de fiets niet mee. Niet dat ik dat heel erg vind, hè? Shit, we mogen niet in de bergen fietsen. Nee, maar we gaan dus nu richting Schiphol. En we gaan straks lekker vliegen. We zijn dus nu op Schiphol en we gaan even naar de... Starbucks, jongens. Starbucks, met z'n allen. Ja, we gaan dus om 2:40 vliegen we. Dan gaan we dus naar Milaan. En dan gaan we auto's huren en in de auto's gaan we naar Bormio. Broezen. Broezen. Ja, Dave staat gestuurd, dus dat wordt sowieso broezen. Ja. Of niet? Dan moet iedereen het maar gaan bijhouden natuurlijk. Ja, ik ben Stijn Verstappen, dit gaat wel lukken. Stijn Verstappen. Maar we staan dus nu bij de Starbucks koffie. Yay! Wanneer ik dus naar de Starbucks ga en mijn naam zeg, komt het er wel op, maar fout. Bij mij komt het dit keer wel goed. Hoezo? Normaal is het bij jou ook normaal is het dan een A en E of Anna. Nou, maar nu maar heb jij niks? Nee. Mag wel eens van mij hebben? Nee. Jawel. Hier. Nee, kom. Jawel. Ik ben dus net achtergekomen dat een minuut geleden de gate sluit. Helemaal niet. Sloot. De 10 over. Sowieso niet. Dus. Nou, dan zijn we maar veel te Dave, weet je wat we rennen dan? Sta je rennen? Nee, want Dave is er ook nog niet. Oké. Run. Zijn. Ja, oh. Hey, we hebben een normale Niels. Niels is een natuurlijke habitat. Ja. Gaan we dan. Oh, sorry. Dankjewel. We zitten dus in het vliegtuig met Teun en Tom. En achter ons zit de kut. Jenning. En on the floor. En Hessel. We zijn. Ik zit bij het raam. Oh, en Niels ook nog. Mooi. Zoveel zin om te oude boeren, maar ja, Sven is er niet. Dus zit ik een beetje stil, niks te doen. Een beetje op mijn telefoon, een beetje naar buiten te kijken. Sven mee was, mijn oude boeren nog wel eens. Het zou nog wel een 3 kwartier vliegen zijn, denk ik. En dan zijn we op plaats van, nee, nog niet op plaats van bestemming. Zijn we pas in Milaan en dan moeten we nog naar... Bormio. We doen in 3 auto's. En we zien wel hoe dat gaat. Sven is trouwens niet mee omdat hij naar Shanghai is. Maar wij gaan volgende week naar Shanghai. En die massa deelt het er doorheen te praten. Maar in Shanghai, is een Shanghai Cup of zo, daar is hij heen met Jens als het goed is. Als hij meegaat, want Jens heeft last van zijn mondje. Maar en dan gaat hij met een paar van het NTS
gaat hij naar Shanghai toe volgende week maandag. Maar dan zitten wij nog in Turijn, of in Turijn, Borneo. Daar is hij niet mee. We zijn dus geland op Malpensa. Ja, Malpensa. Malpensa. Milano. Milaan. Malpensa. En met Robin. Yo. En we gaan dus richting de auto's. Het is wel mooi weer hier. Het is warm. Ja, het is fucking warm. Warmer dan ik had. Ik heb ook een jasje aan. In Nederland was het koud, maar... Het is dus gewoon zo te zien. 22 graden. Zeker zien. Wacht even. Ho. Oh. Doe nou, 22 graden. Woe. Hoe lekker is dat? Mocht even duren, maar we zijn er. Hè? Eindelijk! Eindelijk. Ik heb echt drie uur in de auto zitten in het midden. Ik zat in het midden, weet je hoe kut dat is? Ja, dat fucking veel last van het midden. En ook 3 uren lang gewoon. Oh, en Peter is er ook. Hallo. Leuke. En ja, maar we zijn dus eindelijk in Borneo aangekomen. Het is nu, even zien. Het is nu 8:30. 8:30. Nee, in ieder geval. We moeten nog avond eten, hè? Hij moet ook nog avond eten. Dat tering veel honger, joh. Ik zit echt op mijn geboortegewicht, hoe Sven het zou zeggen. Nou, goedemorgen. We zijn wakker geworden in Borneo. We lopen nu naar de ijsbaan toe. Ik moet zeggen dat het hier best mooi is. Qua uitzicht. Mooie bergen. Dus, nou, we lopen nu even met... Deze vier jongens lopen we richting de ijsbaan. We hebben over een uurtje ijs, ongeveer 10 minuutjes lopen. En ja, dan gaan we warming uppen. En om 9:30 hebben we een uurtje ijs. Dan hebben we vanmiddag rust. En dan hebben we vanmiddag om, hoe laat? 3:30? 4:30? Zoiets. 4:30 hebben we weer een uurtje ijs. Ja, 4:30 volgens mij. Lekker hè. Nou, we zijn dus in de ijsbaan. En een jaar geleden, in Borneo. In Borneo. Een jaar geleden waren we hier ook. En het is gewoon een mooie ijsbaan. Oh, kut, hij zoomt helemaal in. En het is koud. Nee, ik vind het helemaal niet zo koud. Het is best lekker. Maar ze hebben een nieuwe boarding. Het is gewoon een zachte boarding. Fuck, alles is helemaal nat. Het is echt lekker. Dat heet condens, denk ik. De binnenkant van de boarding. Ik heb mij dus niet geschoren toen we hier kwamen. Dus ik ga even scheren. Ja, het komt mee. Oké, hij komt mee. Dus wat we gaan doen is aan de vloer. Ik heb scheerschaam geregeld, want die was die ook vergeten. Ja, en ik heb dus nog scheermes gekocht. Want ik ben het ook vergeten. Zo, we hebben echt een grote pad. Iedereen heeft gewoon zijn eigen huis. Hier is het huisje van Teun en zo. Hier hebben gewoon eigen spul, woonkamer. Zeker weten. Maar we gaan even naar boven. Gaan we dus even scheren. Oh. Even lekker scheren. Hier vooral, hè? En hier heb je die haren. Nou, overal joh. Ja, maar daar zie je ze het beest. Zo. Ik wil geen snee krijgen, hè? Nee, ik kan het best niet. Ja, allemaal moela, dat ga ik zelf wel. Ik wil maar één keertje proberen. Nou, ja, hier. Nou. Moet zo, deze kant op, hè? Het werkt niet echt goed. Zo. Het lijkt wel alsof je ervaring hebt aan het woord. Schreeuw maar vaak op de waterbank. Goedemorgen. Hoe doe je dat? Zie ik eruit? We gaan eens even te zwemmen. Het is nu 10:00 ochtends. We hebben een ochtendje vrij. Dus... We gaan met het niet kwijtraken, hè? We gaan met het team te zwemmen. Met halve team. Team Het is volgens mij echt best koud. Ja, het is wel niet heel lekker. Nou, het is wel oké. Okay. Maar het regent een beetje. Maar ja, we gaan dus naar een plekje toe. Ja, het regent. Ergens in de bergen. En daar is het water heel warm. Als het goed is. Zegt Tom.
Maar ja, als koud gaat niet. Tom is Tom. Zie je wel echt super mooi. Maar ja, ik ben dus met Jenning aan de floor. Die gaan ook mee. We hebben er echt heel veel zin in. We lopen dus nu richting het watertje toe. Yo jongens en meisjes, leuk dat jullie hebben gekeken naar deze vlog. Stijn heeft lekker veel gevlogd in Bormio, wat alleen maar mooi is. Maar we hebben samen besloten om er 2 vlogs van te maken. Dus hierbij beëindig ik de vlog. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Zo ja, laat natuurlijk een like achter, abonneer op ons kanaal. En ik laat jullie nu al wat beelden zien wat jullie kunnen verwachten in de volgende vlog. Dus later! Traveling for days without my knowledge of privacy.